ben vanmiddag even bij Marleen. Gezellig aan de keukentafel nog even een bakje thee aan het doen voordat ik zo meteen weer naar huis ga. Marleen woont al 35 jaar. 33 jaar in Oeganda en zo'n 8 jaar geleden hebben wij elkaar ontmoet. En het bleek wel dat we dezelfde interesses hadden, voeding. En Marleen heeft ook voor weet ik hoeveel kinderen gezorgd hier in Oeganda. Dus ja, ik heb heel veel aan Marleen haar advies, maar zeker ook aan de vriendschap die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. En soms als ik dan even in de put zit of er is weer thuis wat gebeurd, dan hang ik aan de telefoon en dan zeg ik Marleen, dit en dat, zo en zo. En dan zegt ze, oh Kim, heb ik allemaal al meegemaakt, komt wel weer goed. En dat is gewoon heel fijn dat je altijd hier terecht kan en in een warm nest wordt binnengehaald. Nou, vandaag eten we maar vis. We waren net aan het bedenken wat we zouden gaan eten. En toen kwam de visjesman langs. Altijd handig natuurlijk. Met tilapia. Kakaja. Aha. 6000 shilling. Dus dat is 1,50 euro, 2 euro. Kakaja. Oké. Nou, dat is wel een goede prijs. Die doen we straks lekker in de oven. We krijgen visite vandaag. Chantal komt langs met Jaren. Dus we zullen een goed maal ervan maken. Ik ben... alles behalve een goede kok, maar er zal vast wel wat op internet te vinden zijn. Nee, ja, zie je, c'est bon. Gezellig op de heuvel met Sean. Wijntje yes. Erbij. En ja, niet te vergeten een zak Japanse mix die opgestuurd is door Chantal de Moeder uit Nederland. En een prachtige zonsondergang vandaag. Kunnen we heerlijk even kletsen samen. De kinderen zijn thuis aan het spelen. En moeders, relaxen even. Nou, denk je even rustig gezellig samen met Kim hier te zitten? Dan komt de gang hoor. Na 10 minuten. Na 10 minuten. We hebben ons eerste wijntje nog niet eens op. Zijn die voor Kim? Ja. Ja, geef ze maar aan Kim. Dank je wel, schatterwoutje. Hallo. Het is zondagmiddag. Ik ben even naar de school gegaan om wat dingen voor te bereiden voor de bruiloft van Emma en Nathan. Emma komt al jaren als vrijwilliger naar Caso, Sint-Paul-Caso, de school waar ik ook begonnen ben als vrijwilliger en is inmiddels een goede vriendin geworden. Ze zijn dit weekend weg, dus ik heb mooi de tijd om met de kinderen uit groep 6 en 7 aan wat activiteiten te werken voor de bruiloft. En voor de school vieren we het grootst. Want er zijn zo'n 600 kinderen en ik denk dat er wel 300, 400 mensen misschien nog bij komen uit de village. Dus het wordt een groot feest en we kijken er allemaal enorm naar uit. We gaan hier nog even verder en ik hoop dat het allemaal afkomt. Bij het ziekenhuis aangekomen heb ik de dokter verrast met het goede nieuws dat we van jullie 1000 euro hebben gekregen voor de afdeling voor ontvoeding. Dit is dokter Ambrose, dit is de directeur, de dokter van dit ziekenhuis. En he always helps me a lot with all the patients. So hij helps met alle patiëntjes. En I'm very grateful that we were allowed to start the nutrition unit at his place. Ik vond het, hij heeft ja gezegd dat we hier een afdeling voor ongevoelde kinderen konden beginnen. En ja, dat heeft al heel veel levens kunnen redden. So, from both of us, we want to say thank you very much. En we zijn ontzettend blij met deze. Hartstikke bedankt. Katrus, Uganda, my homeland. Ciao!